op Soesterberg. Zijn de minister van Oorlog, ingenieur Staff, en de Amerikaanse ambassadeur, de heer Freeman Matthews, aanwezig geweest bij de overdracht van het Amerikaanse jachteskader 512. Zo ziet het er jarenlang uit bij vliegbasis Soesterberg. Maar na vandaag, na bijna 90 jaar militaire luchtvaart, is het helemaal voorbij. Geen helikopters, transportvliegtuigen en straaljagers meer. Het is vanochtend extra druk op de Spottersheuvel. Nog één keer speuren vliegtuigliefhebbers de lucht af op zoek naar dé foto op deze historische dag. Met pijn in het hart, dat wel. En waarom de regering dit beslist heeft, weet ik ook niet. Maar ja, de baken moet worden gesloten, zeggen ze dan. Hè? En dat vind ik eigenlijk wel heel jammer. Op de basis zelf wordt op verschillende plekken afscheid genomen. Beveiligers bij de ingang strijken de vlag. Alles volgens strak protocol. In een hangar verderop blikt het oud personeel terug op 95 jaar luchtvaarthistorie. Waar vroeger helikopters en straaljagers stonden, wordt nu bier gedronken en nasi gegeten. Het is toch een stukje nostalgie, hè? Dat wat verdwijnt. Ik bedoel, vanaf kind heb je dat al meegemaakt hier. Ja, ik vind het heel erg jammer. Ook traantje niet, maar wel weemoedig. Een stukje vertrouwelijkheid ben je kwijt. Je collega's ben je kwijt. Natuurlijk, ik ben wat ouder en de jonge jongens die verzwaaien allemaal af. Maar ik vind het toch jammer. Buiten de hangar staan vliegtuigen en helikopters te wachten op hun laatste gang over de startbaan. De paar spotters die het terrein wel op mogen vandaag, krijgen één keer de kans om van dichtbij te fotograferen. Morgen dus geen militair personeel meer op Soesterberg. Wat rest zijn de herinneringen.